Ik ben Filip Vermeers, ik ben toekomstige bewoner van Kohorzing Eikenberg. Ik stond ook aan de wieg van Samenhuizen Brugge 7 jaar geleden. Toen was ik al bezig met te proberen om wonen betaalbaar te maken via een werkgroep. En dan allerlei structuren onderzocht, zoals Community Land Trust, erfpacht en dergelijke, maar dat is allemaal zeer moeilijk. Ik ben ondertussen 51 jaar en ik ben heel blij dat woonkoop op mijn pad gekomen is. Ik ben Jan. Ik ben 27 jaar. Momenteel woon ik nog thuis, maar dat bij mijn ouders. Maar dat kan natuurlijk niet blijven duren. Je kunt niet eeuwig bij je ouders blijven wonen. Kohorzing Eikenberg is 2 jaar geleden gestart. Dat is met 18 units. Het zijn daar alleenstaande tussen, jonge mensen, oude mensen, gezinnen met kinderen. Het is echt een mix van alles. En we gaan zo ecologisch mogelijk. We gaan ook inclusief, dat wil zeggen mensen met een beperking gaan daar ook wonen. Die worden evenveel betrokken als iedereen al. Dat project zal hopelijk in september starten met bouwen. En normaal gezien eind 2019, ja, eerder begin 2020 zou het moeten afgerond zijn.